Begin dit jaar had Peter van der Leer, voorzitter van het Oranje Comité, nog de hoop dat het dit jaar, weliswaar kleinschaliger, wel een normale Koningsdag zou plaatsvinden. Ja, ik had zeker hoop gekregen, omdat het vaccineren zeg maar begon te lopen. En toen dacht ik van, nou, als dat nou een beetje mee zou kunnen zitten, dat we dan nog concerten kunnen geven voor 250 mensen in plaats van 30, zeg maar. Maar ja, de corona is zo hardnekkig. Dus kunnen de alternatieve plannen uit januari de prullenbak in. Hoe vindt u dat? Nou, op zich is dat natuurlijk heel frustrerend. Zeker een tweede keer. Omdat je zo vol was om een programma wat vorig jaar zo mooi was, nu te kunnen gaan doen. Ja, dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. Gelukkig vindt er nog wel iets plaats. Zo wordt er een nieuwe Oranjekrant uitgegeven met daarin onder andere een tekenwedstrijd. Maar ook de voedselbank gaat oranje pakketten uitdelen. En inwoners kunnen meedoen aan wie maakt het mooiste koningsraam van Dordrecht. We zullen hopen dat veel Dordtenaren zeg maar een raam versieren in Koningsdagstijl. Die moeten ze met een foto opsturen. Dan gaan wij met een jury er langs rijden, kijken wie het mooiste koningsraam heeft. En daar ook hebben we een mooi aantal prijsjes voor beschikbaar gesteld. De voedselbank hebben we zeg maar verzonnen, zeg maar, omdat dat ook een organisatie is die veel voor mensen doet. En wij wat terug willen doen voor de gemeenschap. Dus wij hebben de voedselbank gevraagd hoeveel gasten ze daar hebben die daar gebruik van maken. En alle gasten die daar zeg maar wekelijks noodgedwongen gebruik van moeten maken, krijgen van ons een mooi pakket boven hun normale wekelijkse pakket in de oranje stijl. En zelf gaat u ook nog een rondje maken door de stad? Ja, zelf ga ik een rondje maken met meerdere bestuursleden, dames in het oranje jasje. En ik met mijn stropdas, mooie stropdas om, gaan we langs de stad, bij de markt, zeg maar, bij de HEMA, gaan we staan met een mooie oranje kever. Cabriolet. En dan rijden we ook naar het winkelcentrum Bieshof, winkelcentrum Sterrenburg. En dan gaan we de Koningskrant uitreiken aan de inwoners. 27 april zendt RTV Dordrecht een special uit van alle coronaproof Koningsdagactiviteiten.